Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 27 november. Je boosheid verwerken. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Prediker 7, vers 9. Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. Elke boosheid, ongeacht de oorzaak, heeft hetzelfde effect op ons leven. Het maakt ons onrustig en veroorzaakt spanning. Het opkroppen van boosheid en doen alsof het er niet is, kan zelfs gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Vaak hebben we alleen onszelf ermee, terwijl degene die ons boos maakte zich van niets bewust is. Ik worstelde zelf met vreselijke boosheid totdat God mij liet zien hoe ik ermee om kon gaan en het kon overwinnen. Uiteindelijk leerde ik hoe ik op een positieve manier mijn boosheid kon verwerken. Dat was het moment voor mij voor een nieuw begin. Wanneer je wordt geconfronteerd met boosheid en besluit om er op Gods manier mee om te gaan, kun je het overwinnen. De Heilige Geest geeft ons de kracht om stabiel te zijn en te wandelen in de vrucht van de Geest. We hebben de kracht om degenen te vergeven die ons onrecht hebben aangedaan en de niet-geliefden lief te hebben. Dus we moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor onze boosheid en leren om ermee om te gaan. In plaats van het in ons op te kroppen, zoek de Heer en vraag Hem te helpen om het vrij te zetten. Verwerk het en los het op. Dat zal de druk verlichten. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik wil geen boosheid in mijn binnenste vasthouden, omdat het dwaas is en het U niet behaagt. Ik vraag U hulp om de boosheid in mijn leven te overwinnen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.